wachten tot 12 uur dus. Want dan gaat de kerk open en vermoedelijk worden dan de honden gezegend. Geen flauw idee. In ieder geval de dieren. Dus even afwachten. We hebben iets gelezen ergens, maar we weten ook niet precies hoe het in elkaar zit. Kijk even wat een leuk dorpje dit is, Finestrat. Ergens in de bergen, allemaal smalle straatjes. Mooie kerk. We staan voor het stadhuis nu. En in de kerk daar wordt het gedaan allemaal, denk ik. Nou, zoals in vele gevallen van uitstel om afstel. In dit geval ja, is de kerk bezet door een uitvaart. En is dus niets meer zoals gepland. Zo gaat het hier in Spanje. We hadden eigenlijk een hele andere dienst gepland. Maar ja, dit is er nu tussendoor gekomen. Dus ja. Dat wordt dus nu even geen dierenzegeningsdag. Dat gaat dan waarschijnlijk een anderhalf uur uitgesteld worden. Nou ja, dan moet je hier anderhalf uur in de kou blijven zitten. Dus dat gaat niet worden. Helaas. Zo, nou, ik ga nu naar de auto. En ja, god, het was natuurlijk, hoe heet die dag ook weer? Geen dierendag, maar dat dierenzegeningsdag, ja. Ja. En dan dacht ik natuurlijk van, nou, alle soorten dieren, hè, koeien, weet ik veel wat allemaal, dat koeien gezegend zouden worden en noem maar op. Maar ik zag daar alleen maar mensen met een huisdiertje, dus ja, goed, maakt niet uit. Ik ga nu op weg naar de auto. Ravis die gaat nog een beetje gitaar spelen. Bij die bar van ons. Dus ja, het is, daar ga ik nu naartoe. Het is vandaag voor het eerst in een lange tijd regent het. En dat is, het is nog ineens te miseren te noemen. Want echt, je kan bijna tussen de druppels doorlopen. Maar goed, net ziek geweest. En gelukkig ben ik nu weer een beetje aan de betere in de hand. Mag ook wel, echt 2 weken wel heb ik me rot gevoeld. Dus we gaan er weer voor. Ravi zal ik ook nog gitaar spelen. Dus een soort jammen, try-out sessie. Wordt vast en zeker. Ik vind het nu al mooi.
In de straten van Benidorm, in het oude centrum. Het is wel mooi hoor, al die glimmende straten en verharding. Nou, was weer het einde van een toch wel leuke dag. Hoop muziek, hoop nieuwe muziek, nieuwe mensen. Spaanse mensen, Cubaanse mensen waren dit, die gezongen hebben ook, onder andere. Die man, dat was een Surinamer, een Nederlandse, ja, eigenlijk een Nederlander, maar die geboren is in Suriname. En dat is ook een muzikant. Het is een ver familielid van mezelf, dus ja, nou, was leuk. Was even gezellig, leuke muziek. Dit keer niet gegeten, maar zo zie je, maar je kan ook... Prima, dus ergens gewoon een van de muziek en een drankje erbij. Dan kun je ook leuke avond hebben. Ja hoor. Dus geen diereninzegingsdag geweest. Helaas niet. Voor kleine Pablo. Pablo die maakt ook een einde aan de dag zo. Maar even een beetje rond te snuffelen. En wij ook. En met het regen. Nou, gaan we gewoon kijken wat voor dag het morgen weer is. Ik denk morgen half bewolkt is. Maar we gaan het gewoon bekijken. Hey, bedankt weer voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei.